aparte ervaring. Nou ja, het is 3D, dus best wel even dat het on top of mind wordt gecreëerd natuurlijk. Je merkt dat je meer afgeleid bent, hè? Ik bedoel, je slingert een beetje over de weg. Daarnaast, ik heb gelukkig niemand gescoord, maar het scheelde weinig, ja. In de simulatie dan best wel in de auto ontrieden. En ja, dan is er iets op het telefoon, iemand die appt hij. En dan kist het dan op dat moment even net litten. En dan pakt ze even die telefoon en dan zit ze even appen. Ja, dan gaat er wel eens wat mis. Aanleiding tijdens het rijden is nog heel dit een van de grootste risico's in het verkeer. Het is absoluut een groot probleem. Aanleiding is van alle tijden, maar aanleiding trocht de smartphone. En met name de aandacht die nodig heeft om een tekst te maken, die is volle slimmer afleidend dan elke oordeling, een snoepje pakken of jiske kwijtraadje of opmaatje of toske bestie. Het gebeurt alweer in de auto, maar er is in aandacht volslijn kwijt als de tekst makkest. De stichting Udrachten kwam uit het idee om de simulator te ontwikkelen. Ze willen jongeren bewust maken van de gevaren in het verkeer. We willen jongeren eigenlijk leren dat een ongeluk in een leeds hoekje zit. En het kan echt iedereen ook komen. Wat je volle sugar met dit soort campagnes is dat iedereen denkt, ja jongens, dat komt mij net. Maar het probleem is, één keer in een zandvolle keer, hoe komt het daar wel? De simulator reizigt in kwarten door de provincie.